Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Black and White 2 Avatar ook met Sander van Gaming SB. Ik ben per ongeluk in deze trainer gelopen, dus ik hoop niet dat dat met veel gezeik kost. Gelukkig heeft hij een Caterpie, dus dat klinkt niet als veel klinkt gezeik. Klinkt niet als veel gezeik, ja. Wij dachten hetzelfde. We zeiden ook hetzelfde zelfs. Kabooming. Dat was niet alleen denken. Nee, dat kan ik je verzekering. Dat is wel een Engels leenwoord, hè? Dat klopt, ja. Oh, je kunt moven. Dat had je de vorige keer gezegd. En... ik zag het jou net ook al doen. Ik dacht van, nou, ik zeg maar niks. Oh, doe er niks mee. Ja, hoezo denk je, ik zeg maar niks? Je had moeten zeggen, Sandrine, wat doe je nou in? Dat heb je toch vorige keer gezegd. En dan zeg ik zo van, oh, sorry Milan. Je hebt helemaal gelijk. Het feit dat je Sandrine zei, dat klopt wel, want dat zeg ik wel eens. Ja, laatst zei Jordi dat dus ook een keer in de stream. En doordat hij... zeg maar, ik verwacht niet... dat Jordi dat zegt. En de Trico. Die ga ik proberen te vangen. Maar ik verwacht dus niet dat Jordi het zegt. Ik verwacht het eerder van Nando. Dus yeah. Ik zei... oh, welkom Nando. Yeah. Ja. Het was niet eens dus Nando, Ing. Ik hoop dat nee, het was gewoon Jordi, alsjeblieft Ing. Een goede Pokémon tegenkomt die ik mag vangen, Ing. Goede Pokémon die ik mag vangen, Ing. Is het een dubbele battle? Nee, het is een Sunkern. Die mag ik niet. Die wil ik ook ik niet. Wel. Die mag ik ook niet. Die stopt mijn batterij van mijn tweede scherm is weer bijna eigenlijk gewoon mijn laptop, maar... je tweede scherm, ja. Ik gebruik het als tweede scherm, dus... dat klopt, ja. Sunkern krijgt de vieze tyfus. Geen lekker kern van tyfus. De zon. Alleen maar vieze. Ja, hij is boos, omdat we op hem gehaat hebben natuurlijk. Ja, ik snap het wel. Niet eens een shaking. Misschien wel één, maar eentje die ik gemist heb. Oh, ah, dit is weer een fungus. Oh, een Amungus is het zelfs. En niet eens een blauwe. Wel kinde Amungus. Nee. Mm-hmm. Dan niet. Nee. Tree going. Tui be tying. Ik heb een vlammerig plaatje gevonden. Eigenlijk wil ik een Strico liever dan... ding is mijn slaglevel. Levering? Ik weet hoe ik hem noem. Vincent. Nee, een of andere chemisch iets. Oh. Crazy guy. Oh, crazying. Crazying O. Want het is zo'n gekko. Crazying O. Oké, dat vindt hij niet leuk. Oké. Ja, ik weet niks meer. Very far gesearched. Dat is gewoon vertalen. Vertaling. Deze is ook ver gezocht. Want... zie je wat hij dit heeft? Yeah. Want... grassen zijn de enige die een celwand hebben. Ja, dat wist ik. Kutzooi! Nee, niet... nee... I don't like you. Dat is Lugia, Ing. En Tyroke. Mm-hmm, maar vooral Lugia, Ing. Lugia, Ing is wat ik haat aan haar. Mm-hmm. Hij danst met wat veertjes. Lady Feather Dance? Ja. Dancing the Feathering. Oh, ik killde hem niet eens. Oeh, hij doet agility. Hij doet snelheid. Kaboom. En ik doe kabooming. Ik doe weer even snelheid. Oh, hij is natuurlijk ook super perfect omdat ik poison ben. Ik heb niet eens op nagedacht. Pursuit deed ook nog geen hond. Dat is wel de enige die iets kan doen tegen deze guy tegenwoordig. Ja, eerder had ik nog zo'n kutzooi. Eerder had je nog zo'n kutzooi? Oeh, nee, zo'n COOH is gefeind in mierensap, zoiets. Mierenzuur. Dat is hetzelfde. Dan heb je wel plek voor Trico in. Ja, maar nu ben ik dus zo'n burging typing in kwijting. Ja,
is niet zo spannend, nee. En mijn poison type. Misschien kan ik hem beter Nidoran. Fuck. Kan gebeuren. Oh nee, Staravia ook dood zeker. Oh. Oeh, 2 AP. Oeh, Darmani Tanning. Die mag ik. Ik niet. Nee, jij mag Sunkern. Ja, wat is dit nou voor vergelijking, joh. Nee, maar jij mag wel Sunkern. Ben je er blij mee? Niet. Huh, hoezo niet? Hoezo niet, ding? Hoezo niet, ding? Godver, nog eentje killt me. Dus de... Ik weet niet of ik eerst was. Weet ik ook niet. Ik zou het er niet op gokken. Dat doe ik ook niet. Doe niet gokken. Rouletting. Oeh, Darmanitan heeft speedboost. Ik krijg een speedboost, Darmanitan. Als ik hem vang. Doe zo'n ultrabal. Zo'n bal die ultra is. Waarom moeten nou net de guys die zeg maar opnieuw te bevechten zijn, waarom moeten die Lugia's met Rustkin hebben of Torkoals met Water Absorb? Waarom? Omdat het veilig ja, zijn. Laten we tering moeilijk maken elke keer als hij hier langs loopt. Ja, nee, dat is een leuk idee. Dat vind ik dus geen leuk idee trouwens. You mad? Nou, toevallig wel. Ik ben ook wel mad op deze Darmanitan. Ik ben dan ook mad, want als Milan mad is, dan ben ik mad op degene die mad is op Milan. Ja, inderdaad, hé. Ik wil dus het liefst nu gaan healen. Maar dan moet ik dus weer langs die bitch lopen. Dat klopt, ja. Ja, het is een bitch. Je kan toch in de... Hey, je hebt toch surf? Je kan die toch gewoon omheen surfen? Je hebt gelijk. Dat weet ik. Ik heb surf. Ik ben Slimpy. Kan ik wel met hem een pokeball gebruiken? Nee, dat dacht ik al. Tuurlijk niet. Tuurlijk niet, ding. Zuko gebruikt een hyper potion op zijn Arcanine. Fire typing? Dat is Zuko. Dat klopt, ja. Oh, ik heb hem gekeken. Ja, omdat ik geen moonstone heb. Ja, zal ik Nidorino doen? Nidorina. En je vet. Oh, Vampy mag ik niet. Ability Early Bird. Ja, dat verandert toch wel weer, maar. Ja, over één level. Of vroege vogel. Zeker, mijn... vroeging een vogel in. Kijk eens wat ik ga doen. Even kijken, hè? Die mag ik ook niet. Wow, hij deed het. Wat freaking. Hij deed moving. Waarom kom ik allemaal vette Pokémon tegen die ik niet mag? Yo, Dewot. Het is jammer dat hij lelijk wordt bij evolueren. Ja. Maar wacht. Wel cool. Hij, welke type wordt hij? Puur water, toch? Ja. Ik heb hem gehad volgens mij in deze run ook nog. Dus ik zou hem niet eens mogen hoor. Do what, mate? Do what, mate? Jij bent zo'n funny guy. Ja, dat klopt, ja. Kom nou terug met die Darmani Tanny Tan. Gratis hyperpoien, dat vind ik Seeking. Seeking? Die heb je nog niet. Die mag je ook, maar die heb je nog niet. Het gaat een keer gebeuren, Sander, dat jij de Seeking tegenkomt. En die ga je dan vangen. Die heb je al gevochten, of niet? Dat weet ik niet. Kom no risk. Darmanitan, kibum. Dat heb je niet gezien. Dat heb ik niet gezien, je de fly. Shit, hij heeft het wel gezien. Nee, ik deed speed-up per ongeluk. How dare you. Hey, ik ben tenminste eerlijk. Ik had ook kunnen zeggen dat het over fly ging. Dat klopt, ja. Ik zat er wel over na te denken, maar toen dacht ik, ja, maar het is mijn boy Milan. Hoe kan ik nou liegen tegen mijn boy Milan? Dat is echt niet aardig als je liegt tegen je boy Milan. Nee, precies. Dus dat kan ik toch niet maken.
How dare you? Daarom deed ik het niet. Oh. Sorry. Sorry dat ik zo vermoeiend ben. Ja, dat is wel het juiste woord, ja. Vermoeiend ding. Yo, is dit zo'n Wingo? Die ken ik. Heb ik zelfs gehad. Had. Wingirling. Wanneer kom je in de groene Wingirling? Nee! Ik bedoel, ja, wil ik graag, maar ik ben confused. Since you've been confused. Since you've been confused. I don't know what to do anymore. Oh, leuk! Wat? Nee, wat deed hij? Geen idee, ik wil het niet eens weten. Deed hij bulldogs? Bulldogs? Nee, dat lijkt me niet. Ik haat het spel echt. Staravia is wel sneller, toch? Ja, gelukkig wel. Als ik nu opnieuw bij die guy wil healen, moet ik opnieuw die kut battle doen? Nee, als je al gevochten hebt, hoeft het niet. Als je al gewonnen hebt. Dat scheelt. 2001. Dat is slim bezig. Nee, dat is niet waar. Dat scheelt dus 2000. Wacht, wat? Wie is dan slim bezig? Dat weet ik niet. Maar niet 2000. Graag gedaan, is super de boer. Ja? Hallo, Jumbo? Ja, maar die leeft nog. Dat is het lekkere van Albert Heijn. Ja, hamburgers met korting, dat is pas lekker. Nee. Nou! Cactussappie. Sapping met de cactusing. Pluk, tuurlijk doet hij pluk als ik... Oh, nice! Grazing... Nog een Pokémon dood! Daarmee. Waarom moet hij hier nou in Zapdos zitten? Ik ben levensmoe. Dat ken ik. Kimberly. Ja. Tuurlijk, nu zit hij wel. Twee voor één. Eén halen, twee verliezen. Twee betalen in principe. Ik ga toch lead cheaten, want ik vrees dat ik dus niet kan running. En nu kan ik dan gewoon elke keer switchen. Of healen. Switcheroo. Hoe heette dat? Heb jij dat ook gezien? Dat was zo'n sitcom-achtig idee. Dat was ook met switchen. Dat waren dan twee twins. En de een was slim en de ander was mooi. Terwijl... Ja, Liv en Eddie. Ja, die. Ja, was best leuk. Het was trouwens dezelfde persoon die dat speelde. Ik, hè? Ik was vond dus Loki. Ik vond dus Loki. Ja, degene die slim zeggen. Was, die vond ik eigenlijk mooier. Ja. Tenminste, I don't know. Ja, dat vond ik gewoon. Laat me. Maar weet je dat zij het, zeg maar... Het zijn dezelfde persoon, maar de stijl ja. Of zo van de haar. Ja. Of, weet ik het. I don't know, maar ik vond die wel mooier. Dat klopt, ik ben het met je eens. Kijk, wij zitten echt... Als je zo'n line hebt en dan ga je dan op dansen, zeg maar. Net zoals bij de line dancing. Dan zitten wij op dezelfde, denk ik. Dat denk ik, hè. Yo, I did it. Ik heb geen Pokémon verloren dit keer. Hey, hoe is dat? Ik weet het namelijk niet. Ah, dat weet je wel. Je bent helemaal niet zo heel slecht in de Pokémonings. Nee, maar het gaat alleen voor geen metering. Ja, maar dat komt door deze kut game. Dat klopt. Daar kun jij niks aan doen. Jouw Pokémon skills zijn niet hetgene wat het probleem is. Dat wou ik zeggen. Hey, daar hebben we zo'n gymleider. Plus, ik denk ook dat het bij jou ook wel een beetje is. Zeg maar... de typings die jij hebt zijn... Iets obscuurder. Als in, ik denk dat er meer... Water types zijn er sowieso enorm veel. Ja,
Mm-hmm. Nou, normal mag jij dan ook wel. Die zijn er ook heel veel. Maar grass is ook wel heel veel, zeg maar. Dus je hebt ook een beetje de typings. Of ik heb een beetje de typings die veel voorkomen op, ik denk, ice na. Ah, poison. Nou, ik denk dat ice nog meer voorkomt. Maar. En ja, dark komt ook wel redelijk veel voor. Maar ik denk... Nou, ik heb echt de twee... Daar komt helemaal niet veel ik voor. Heb de twee meest voorkomende typings, denk ik. Met... Water met drie met als je normal meetelt. Maar ja, die heb jij ook. Dan heb jij de... Terwijl normal valt ook nog wel mee. Water is echt wel het meest. Sorry. Ik deed een beetje veel damage. Oh, dat is een recall. Water is echt het meest. Water is sowieso on top. Zeker in deze games. Mm-hmm. Oh, nee. Oh, wat kut dit. Tripling the battling. Het kut is, ik had deze dus kunnen ontwijken. En dat wilde ik ook doen, maar ik deed één stapje te ver naar voren. Archop is echt goed zonder zijn ability, hè? Ik zou Pelipper en Primplup allebei focussen op de een waterarm van focus op Archops. Oh, ja, dan hit je jezelf ook. Ja. Ja, mijn pack is kut. Karaas is beter vuur. Maar dat doet niks. Ik ga het wel doen. En dan een grass type snel inzetten. Ondanks de fucking Durant. Daar had ik over na moeten denken. Maar Durant is steel, toch? Oh ja, bug steel. Ja. En acrobatics. Nah, dat meen je. Ik ben zo klaar met deze game. Ja, ik ook. En eerlijk, als ik nu doodga... Ja, ik heb ik nog twee Pokémon in me. Als ik wipe, zeg maar... Dan ga ik ook niet meer opnieuw. Ja, ik heb nog twee Pokémon in mijn Maar jij hebt ook nog Pokémon in je box, ja. Ja. Jij staat er op zich nog niet zo heel slecht voor. Nou, ja. Ja. Maar ik baal wel heel erg, hoor. Ondanks dat ik er niet heel slecht voor sta. Het is ook niet... Ik word ook... Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat ik... Dat dit ook niet een... Misschien een klein beetje een domme keus was. Maar ik word ook wel een beetje genaaid. Heel klein beetje. Door een Archeops. En sapdozers en... Weet ik het wat. Shift? Wat doet shift? What the frick? Dan ga je gewoon naar de volgende Pokémon, kan dat? Blijkbaar. Ik ga gewoon full on ice, of full on flying op iedereen. Fuck dat. Ah, nu, oh. Deed je niet zo handig? Ik zag het niet gezien, hoor. Oef. Ik heb niet geheeld. Oh, dat is inderdaad niet zo handig. Dat is wel wat ze verstaan onder niet zo heel handig. De serie is bijna voorbij, heb ik het gevoel. Nee, gaan we weer dit krijgen? Oh ja, dat hadden we vorige keer ook. Echt raar, hè? Ik ben echt klaar met deze. Ik ben er zo klaar mee. Echt. Snap ik. Ik zit even te denken wat te doen. Ja, wat ik kan doen. Oh, ik heb ook niet gezeten voor het trainen. De laatste keer dat ik saved was, zeg maar,
tussen de afleveringen door, maar voor het trainen. Mm-hmm. Ik zit even te denken wat het beste kunnen doen. Als dat niet zo was, dan had ik gezegd van, yo, kunnen we niet gewoon opnieuw die save state... die save file, zeg maar, laden. Mm-hmm. Ik heb echt geen zin om ook nog te trainen. Snap ik. Ik zit even te denken wat we het beste kunnen... Plus, we zitten sowieso met hoe doen we dat nu verder. Ja. Ja, weet je, ik denk namelijk dat ik het einde niet ga halen. Ik denk dat ik het einde überhaupt niet haal, zeg maar. Ja, als het met dit team. Mm-hmm. Snap ik. Ja, niet om jou, maar meer om je team, zeg maar. Je hebt best wel weinig Pokémon en ook... Mm-hmm. Een aantal die wel decent zijn, maar dat is het. Ja. Wat we ook kunnen doen is, ik kijk gewoon nu eventjes mee met jou. Dat is goed. En dan besluiten we daarna. Wacht, ik heb een nog beter idee. Wat is dit video opname? Hoe is Suicune? Een Suicune, dat meen je. Cute. Hij heeft wat gedaan, hoor. Ja, wat moet ik anders doen? Pompoens, oh nee, dat is wat anders. Hij zit er niet in, dat is wel jammer. Gusting? Wacht even. Oh. Ja, je moet toch iets, hè? Je moet toch iets. Aurora beam. Donderbolt. Nou, ik zal deze uitzetten. Dat boeit toch niet meer. Zo. Sincino. Oké. Goh. Hamerarm op je Sinchino's hoofd. Ik ben dus benieuwd of ik ook nog heb. Oh, ik heb hier ook nog... voor jouw ex in zitten. Voor de egglock. Doen jullie die überhaupt nog? Nee, ik heb die save-val heb ik ook helemaal niet meer. Weet je wanneer we die voor het laatst gedaan hebben? Bijna 2 jaar geleden. Ja, dat geloof ik. Shiny? Shiny, what the frick? Nog niet. Sander is speling, Sword and Shield. Ja, ik ga shiny hunten. Die Growlithe waar ik het eerder over had. Die ga je hunting. Ja, tuurlijk. Marlin heeft een Sviper. Sviper. Ja, die ja. Send to a box. Nice. Staat hij wel op de goede box? Nee, hij staat op de verkeerde box. Oh ja, ik heb daar net mijn Growlithe X uitgehaald natuurlijk. Ja. Duh. Oh. Het zou wel echt ziek zijn als ik nu in deze aflevering de shiny krijg. Trouwens, dat zou wel grappig zijn, ja. Dan moet je hem ook gewoon shiny noemen in deze game. Ja. En dan. En dan in quotes, zeg maar. Dan, als ik dat krijg, dan zeg ik gewoon: yo, ik heb een shiny in deze game. Winkeling. Yeah. En dan kun je dat quoten en dat is dan funny. Dus het soort van clickbait. Ja, maar niet helemaal. Ik vind dat leuk, sorry. He bait in the click. I do, we bait in the click. Het is ook een programma genaamd clickbait. Dat is ook wel funny soms. Bait in the click. Boeien, Ruurt. Boeien.
Dat is dan weer niet van clickbait trouwens, maar... Dat is van sluipschutters. Ja. Dit wordt hem. Ik voel hem. Dit is hem. Dit is de shiny, ik voel het ook. Dit zou wel echt ziek zijn als hij nu shiny was. Ja. Nou, helaas. Misschien zit hij in de andere vier, hè? Het kan. Het kan allemaal. Zou kunnen. Woep. Die survivor wordt gerapt. Nee, hij werd niet gerapt. Hij wordt gecoiled. Hij doet elke keer coil. Waardoor hij fucking hoge defense en attack krijgt. Als hij zo meteen één attack doet, dan is mijn darm en tanning dood. Oh, jij ziet het nu trouwens niet. Laat ik voor de full-on reaction kan ik denk ik mijn OBS wel delen. Misschien in plaats van. Dan moet je die andere even omdelen, want die zie ik nog steeds. OBS. Hallo, werkt dit? Ja, ik zie hem. Ja. Ik zie ook jouw gezichtje nu. Ja. Dit is toch leuk. Oh, dit is hem, Sander. Ja, dit is de shiny, ik voel het. Ik weet niet, ik voel hem op zich ook wel, maar dat voelde ik bij de eerste ook en dat was hem niet. Maar misschien... Wel close. Wat? Oeh, Ratchet Geekass. Ja, ik zie het inderdaad eerder dan jou. Er zit een kleine vertraging op. Maar ik kan niet wisselen, zeg maar, van vertraging naar geen vertraging, dus... Dat hou je. Normaal gesproken, als ik stream, dan heb ik een bepaalde profiel waar dan overal vertraging op zit. Dit wordt one KO. Niet! Niet eens een one KO, gelukkig. Lekkering. Maar ik ook niet, dus dit... Dit is de laatste aflevering van de Avatar Log. Kom op, laat het eindigen met een Shining. Dat wil ik gewoon. Dat zou mooi zijn. Ik gun het je. Het liefst had ik nu ook de counter in beeld gedaan. Maar ik heb die counter en niet ready staan. En je weet de counter gewoon niet. Nee. Ja. Nou, ik heb hem wel ergens bijgehouden hoor. Dus als het echt... Ik heb een papiertje in mijn het hoesje van Pokémon Shield zitten. Met hoe ver ik ben met Solrock. Die draf zit in de weg. Maar dat maakt niet uit. Dat is ook wel slim. Oei. Dat ga ik niet meer doen. Ik wil een Wii-sound maken van die nieuwe Super Mario Bros. Die? Ja. Ja, die sound wilde ik maken. It didn't working. Sander's stem failed mission. Mission failed. We'll get him next time. Next timing? Ja. Oké. Okay. Frodo. Armen met je hamer. Let's go. Je gaat hem niet killen. Ik had oprecht wel verwacht dat je hem zou gaan killen. To be honest. Nee. Hij killt mij wel. Om te eerlijk. Maar ik heb nog een Electros. Of nee, een Electric. En een Delcatty. Kaboom. Weet hoe ik over Delcatty denk. Dus op zich, ja, ik weet niet of je daarmee gaat redden. Maar ik heb nog gewonnen ook. Het is niet te geloven. Ik ben nog steeds niet dood. Niet te geloven. Echt hoor. We kunnen ook gewoon voor de rest... Van deze hele serie gewoon. Dat ik lekker ga shiny hunten. Dat jij lekker. Terwijl jij er veel beter voor staat dan ik. Terwijl jij er veel beter voor staat dan ik. Nee, ik ben toch net dood gegaan. Oh nee. Nee, je bent helemaal niet dood. Nee, hij is gestukt. Hij is kapot. Kapot. Ik ben echt benieuwd hoe lang ik dit vol kan houden. Ik denk het niet. Ik ben ook benieuwd. Het is gewoon open. Oh. En uiting. Overing en uiting. Ja. Jij noemde het Engelse spreekwoord op. Ik het Nederlands.
Jij zei overing en uiting. Dat klopt, ja. Uiting, dat is zo'n Engels leenwoord, hè? Als jij het zegt. Ja, want een uiting... Ja, ik snap het, Sander. Je hoeft het niet uit te leggen. Dus ja. Oh. Ik dacht even echt dat je hem niet snapte. Sorry. Eerst even deze shiny kijken en dan sluiten we deze serie af. Wacht even. Weet je zeker deze shiny? Volgens mij heb ik echt nog één of twee die nog uit moeten komen met één stapje. Dan wachten we daar nog even op. Ja, mijn kanaal is de laatste tijd wel van het onafgemaakte van de onafgemaakte series. Twee. Come on, come on. Ik had met Jordi ook al een onafgemaakte serie. De Megabots. Ja. Die Fortune Street, hè? Ik vond dat zo ingewikkeld. Ja, terwijl het echt een vette game is. Eigenlijk moet je een keer meedoen. Ja, moet ik ook, maar... Ja, waarom zei ik maar? Ja. Nou, dit is hem. Last one, this is him. This is him. You are shiny. Listen you to me, bitch. You are shiny. You are shiny. Niet. Bedankt. Kun je hem zo noemen? You are shiny. Volgens mij is dit de eerste avatarlog die we niet afmaken, of wel, Sander? Ja. Nou, ja. We waren bij Omega Ruby. Waren we toen niet echt bij de laatste Elite 4? Oh ja, bij de Elite 4. Ja, oké. Maar verder die we voor de Elite 4 afmaken dan. Niet afmaken. Bedankt voor het kijken. We hebben al een nieuwe serie in ons hoofd. Die gaat ook zeker komen. Eigenlijk gewoon na de... daar hebben we het zo wel over. We hadden een heel cool idee, maar Sander is het alweer vergeten. Ik moet nog even de regels ervan uitwerken. Maar bedankt voor het kijken. Ik vond het in ieder geval leuk. Tot de volgende keer. En tot de volgende serie. En ga naar Sanders kanaal. Adios, amigos.